Welkom allemaal weer bij deze nieuwe video. In deze video gaan we wat leuks doen. We gaan namelijk vissen met klein aas. Denk dan niet aan mais, particles, pellets, dat soort aas. Nee, aan klein aas zoals mini-bolies. We gaan in de sessies die ik eigenlijk de laatste week heb gevist, gebruik maken van dit kleine aas. Ik ga jullie laten zien hoe ik dat heb aangepakt in de vorm van welke rig ik hiervoor heb gebruikt. En uiteraard nog hele mooie vangst voor jullie. Want denk niet dat je met klein aas alleen maar kleine vissen vangt. Vang ook echt wel mooie vissen. Voor deze video heb ik bewust een water uitgekozen dat ik weet dat ik wat meer vissen kan vangen. En ik heb echt wel mooie sessies meegemaakt met meerdere vissen in een korte tijdbestek. Dus zoals jullie weten vis ik graag uurtjes in de vorm van een middagje, 3 uurtjes, 4 uurtjes. Eigenlijk nooit langer. En uiteraard wil ik het meest rendabele daar uithalen in zo kort mogelijk tijd die vissen zien te vangen. En dat heb ik dus gedaan met mini aas. Nou, mag jij op de vis drukken op het schermpje, Mitch? Ja. Zie je hem? Ja, keurig. Eindelijk de eerste te pakken. Duurde dit keer wat langer dan normaal. Maar goed, een prachtig exemplaar natuurlijk. Op naar de volgende. Zet deze maar terug, Mitch. Nou, zo snel kan het gaan. Ik heb het even snel teruggegooid. Eerst engel gepakt, camera uit. Even hectiek jongens, zoals het gaat. Maar hé, zoals ik al zei, op naar de volgende, die hangt er al aan. Wel een stuk kleiner, maar wel een mooi visje. We gaan nog wel snel scheppen nu, want ik heb hem hier al voor de kant. Tjoepoe!
En de tweede, een kleine rakker, maar meer dan welkom uiteraard. Ze zien maar weer, kleine bolies, toch wel doeltreffend. Kleinere vis, maar er komt zeker echt wel een keer een grote tussendoor. En nummertje 3 inmiddels. Vrijdag achter die andere twee dus. Misschien even een aasperiode. Maakt mij niet uit, we vangen lekker vis. Iets groter exemplaar als die vorige. Zit er nog wat grotere, dus we zullen gaan zien. Top. Nou, dan zijn we inmiddels al aangekomen op de rig eigenlijk. Al wat leuke vangsten kunnen zien. En de rig is eigenlijk heel simpel. Het is een vrij standaard rig. En dit is hem. Ik zal hem wat dichterbij houden. Ik zal hem ook nog even goed scherp laten zien aan jullie. Maar eigenlijk is het gewoon een standaard rig, jongens. Met een coated line. En die coated line heb ik ongeveer 3 centimeter, 4 centimeter voor de haak gestript. Dat is soepel. Hier zet je wat putty op of een loodje. En vervolgens de haak. En wat ik je kan aanraden bij deze visserij is dat je echt een curve shankie erop zet. Geen wijdkeepje, maar een curve shank. En dit is een maatje 10. Een maatje 12 is misschien nog wel beter. En zo simpel kan het zijn. En de meest handige tip die ik je mee kan geven bij dit richtje. Die bolies, die zijn zo klein. Hier, je ziet, ja, daar is die. Als je die bolie op een gewone naald zet, althans op een bolienaald, splijten ze bijna altijd die kleine naaldjes. Dus zoek een bolienaald op met echt een puntje erop. Ik ga eens kijken, krijg ik een voor jullie scherp? Juist. Zo'n puntje erop, dan splijt je je bolies niet. Dat is echt de belangrijkste tip met deze visserij. Want het, echt, je wordt helemaal gek als je continu een gespleten bolie krijgt. Omdat je die gewone bolienaald erheen draait. Nou, ik zal hem er even snel op zetten. Dat jullie ook het resultaat kunnen zien. En dit is hem dan. Heel simpel, makkelijk en doeltreffend. Dat is het belangrijkste. Zo, terwijl de ene nog op de foto en de film werd gezet, gaat de volgende alweer vandoor. Die andere hangt hier nog in de sling. Ik moet snel terughangen, anders moet ik hem zo hard teruggooien snel. Is uiteraard niet de bedoeling. Ik bedoel, carp care voor alles, maar nummer 2 erachteraan. Kijk je snel. Ja, hetzelfde slagvis. Mooie vis ook. We'll be right back.
Zo'n beetje aan het begin van de video zei ik al dat je echt wel mooie vissen kan vangen op klein aas. Nou. En als hij mee wil gaan werken, laat ik jullie snel zien. Het is een mooie vis. Kijk eens. Nou, dat is toch een mooie vis op klein aas, jongens. Ik kan niks anders verbaken. Prachtig. Lekker in het avondzonnetje. Top. Brede vis ook. Gaaf. Vocht goed. Dikke staartwortel. Top. Jullie hebben het kunnen zien. Klein aas. Het vangt ruim vis. Voldoende vis. En ook nog echt wel mooie exemplaren, jongens. Met deze vis ga ik ook de video afsluiten. Een mooie afsluiten, al zeg ik het zelf. Ik zeg jullie allemaal weer bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren uiteraard. En volg me ook op Instagram, want dan zie je dit soort vissen ook in mooie platen voorbij komen, jongens. Nogmaals, bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Later!